Hindus over de gehele wereld vieren vandaag de Krishna Janmashtami of de herdenking van de geboorte van God Krishna. Ook in Suriname wordt deze dag door duizenden Hindus gevierd. De herdenking van de geboorte van God Krishna vindt plaats in de verschillende mandirs. Zo heeft de Sri Krishna Mandir op blauw grond sinds het weekend diverse religieuze activiteiten rondom de herdenking van een van de meest vereerde goddelijke incarnaties. Pandit Niteen Jagbandhan vertelt meer over deze dag. U weet dus dat het hindoeïsme monotheïstisch is, maar wanneer de ondeugd eigenlijk zich vermeerdert, dan daalt het goddelijke in de vorm van een mens, een dier of half mens, half dier op aarde. En zo heeft dus dan God Vishnu zich geïncarneerd in de vorm van Sri Krishna. En op maandag 14 augustus vieren wij dus dan die incarnatie van Bhagavan Vishnu in de vorm van Sri Krishna. De Krishna Janmashtami wordt binnen de Sanatan Dharam gevierd. Pandit Jagbandhan vertelt welke rituelen op deze dag in de mandirs plaatsvinden. De viering in Suriname is meer in de tempels. Ja. Er wordt dus dan een dienst gehouden, zoals u dat vandaag heeft ervaren. Er is een pandit die zit op het altaar. Er wordt een katha, een preek gehouden over het tevoorschijn komen van Bhagavan Sri Krishna, de nederdaling van Bhagavan Sri Krishna. Daarover wordt verteld. En er worden zoetigheden geofferd, prasad noemen wij dat. Er wordt aarti gedaan, lichtbeschijning. Er wordt zo'n schommel gemaakt met een murti, een beeld van Bhagavan Sri Krishna, waarop er attributen worden geofferd. En op die manier wordt dus dan de devotie van de Hindoes ten behoeve van Bhagavan Sri Krishna tot uiting gebracht. En ik moet zeggen dus dat in Suriname haast alle Sri Sanatan Dharam mandirs deze feestdag dan herdenken en gedenken. Pandit Niteen Jagbandhan over de Krishna Janmashtami, de geboorte van God Krishna, die vandaag wereldwijd wordt gevierd door Hindoes.